Servus en welkom bij Snow Plaza. In deze video neem je mee naar het grootste gletsjerskigebied van Oostenrijk, de Stubaier Gletsjer. We geven je een beeld van het skigebied en 5 tips voor jouw wintersport. De Stubaier Gletsjer telt 35 afdalingen, 26 liften en ruim 60 kilometer aan pistes. In het Stubaital liggen diverse dorpen waarvan Neustift het dichtst bij de gletsjer ligt. Van hieruit is het ongeveer een half uurtje rijden tot aan het dalstation van de gletsjer. De Stubaier Gletsjer is een modern skigebied met hele goede faciliteiten. Zo heb je zowel bij het dalstation als bij het bergstation sportwinkels waar je ook skis kunt huren. En zelfs op drukke dagen gaat het hier nog super efficiënt en snel. In de winter van 2016-2017 is de nieuwe ijskraatbaan in gebruik genomen. Deze supersnelle 3S gondellift brengt je in 12 minuten naar het bergstation op 2900 meter hoogte. Met de komst van deze nieuwe lift zijn de wachttijden in het dal erg afgenomen. Is het nou toch nog druk bij de ijskraat, dan kan het ook handig zijn om met de oudere Gamskartenlift het skigebied in te gaan. Eenmaal boven ligt een mooi en uitgestrekt skigebied voor je klaar, met veel brede afdalingen. Ze zijn vooral rood en blauw, maar er zijn ook 3 zwarte pistes. Houd er vooral in het voorseizoen en in het weekend rekening mee dat het behoorlijk druk kan zijn op de Stubaier Gletsjer. Het is een populaire bestemming voor skiclubs en ook wordt er op de Stubaier Gletsjer veel getraind voor de wedstrijdsport. Het skiseizoen op de Stubaier Gletsjer duurt lang. Van half september tot half juni kan je hier skiën of snowboarden. Onze pistetip voor de Stubaier Gletsjer is de rode nummer 20. Hij ligt een beetje verscholen in de schaduw, maar dat maakt dat de sneeuw erg goed is. Bij voldoende sneeuw is het ook mogelijk om helemaal van de gletsjer terug naar het dal te skiën. Er zijn 2 skiroutes, waarvan de Wilde Gruben met 10 kilometer de langste is. Op de Stubaier Gletsjer heb je niet al te veel plekken om te eten. Het gebied krijgt veel mensen te verwerken, dus de plekken zijn met name groot en multifunctioneel. Wil je toch een beetje gezellig zitten, dan kan je het best terecht hier bij de Dresdner Hutten. We zijn hier in de picknickkamer van het bergstation bij de ijskraat. Hier kun je even lekker rustig zitten, even uitrusten als je geen zin hebt om in de berghut te zitten. Je kan hier je eigen broodjes meenemen, je kan hier je spullen opbergen. Houd je van freestylen, dan zit je hier ook goed. Er is een groot en uitdagend funpark bovenin het skigebied. En als je dan toch op de Stubaier Gletsjer bent, neem dan gelijk even een kijkje op het uitzichtpunt met de veelzeggende naam de Top of Tirol. Het is niet helemaal het hoogste puntje van Tirol, maar je hebt er wel een prachtig uitzicht. Gezellige afterski heb je bij de Moeterweg, bij het dalstation van de Gamskaarten. Hier gaat het elke avond behoorlijk los. Ik ga een biertje drinken. Zum wohl! Al met al is de Stubaier Gletsjer een superleuke plek voor een aantal dagen wintersport. Zeker in het voor- en in het naseizoen. Heb jij nog tips voor de Stubaier Gletsjer? Laat dan een reactie achter. Tot de volgende keer!